Goedemiddag allemaal. Inmiddels met 61 mensen aanwezig hier in Bleijerheide, Kerkrade. Om samen met jullie te kijken naar decentraal zuiveren van afvalwater en hergebruik. En ik zie eigenlijk nog wel een paar bekenden om me heen. Goedemiddag Bert. Bert Valsma, ook hierbij. Ja. Ik zie Bjartje Zwart, die natuurlijk volop bezig is met de nieuwe sanitatie ook vanuit STOA. Paul Telkamp, al heel lang betrokken bij dit project. Leuk dat jij er bent. Ja. En Hans van der Eem, die ook bezig is met de nieuwe sanitatie in het buitengebied. Niet specifiek in Superlocal, maar nou, leuk dat jullie hier allemaal zijn. Samen met al die andere mensen gaan we vanmiddag een sessie houden. Een online sessie. Dus virtueel zitten we in Limburg. Maar allemaal vanuit de eigen luie stoel. Waar ook in Nederland. Misschien wel waar ook in de wereld. Ik ben Mark Balemans. En samen met Michelle Bindels van Waterprof ondersteunen wij deze bijeenkomst. En gaan wij voor... samen met jullie kijken hoe we een volgende stap kunnen zetten in die duurzame leefomgeving, waar het gaat om afvalwater, hergebruik en nieuwe sanitatietechnieken. Wat we vandaag gaan doen is naar een aantal verhalen luisteren, maar ook vooral bij jullie ophalen. Allereerst ben ik eigenlijk wel heel benieuwd waar iedereen die hier aanwezig is, waarom die zich aangemeld heeft voor dit webinar. En daarvoor hebben wij een poll gemaakt, zoals dat heet. Dus Michelle, wil jij die poll inzetten? Kijk, hij staat al op het scherm. En eigenlijk is de vraag om eens even aan te geven waarom u hier bent. En die teller die loopt op in rap tempo. De helft. Heeft het gedaan. Het kan zijn dat de sprekers hem de poll niet zien, maar dat, wij weten wel waarom jullie hier zijn. Nou, we hebben denk ik een ruime meerderheid. Kun jij met ons delen, Michelle, wat dat... waarvoor de mensen hier aanwezig zijn. Ik zie vooral dat een hele grote groep hier is, omdat ze meer willen weten over Superlocal. Een kleine groep die iets meer wil weten over de monitoring en de achterliggende vragen die daarbij spelen. Gelukkig ook een deel die mee wil denken over de vragen die beantwoord zouden moeten worden voor dit soort projecten op andere plekken in de wereld. En ook andere mensen die een andere reden hebben. Nou, als je dat. Als je andere redenen hebt ingevuld en je wil daar nog iets over kwijt, dan kan dat in de chat. Onderaan in je scherm staat een chatfunctie. Die gaan we ook gedurende deze sessie gebruiken. En als het goed is, zien jullie nu die resultaten ook. Hoe die verdeling is. Bert, ik ben even benieuwd naar wat jij hier hoopt op te halen in deze sessie, want jij bent samen met Bjart Joer een van de aanstichters van deze bijeenkomst. Dus ik hoor graag van jou. Jij als onderzoekscoördinator van de waterketen bij STOA, wat zou jij aan het einde van deze sessie opgehaald willen hebben? Ja, eigenlijk zijn alle antwoorden die er net bij de poll langskwamen goed en word ik vrolijk van. Want we hebben het. De reden waarom we bij elkaar zitten vandaag is Superlocal. En dat is dus goed om je daarin te verdiepen. Tegelijkertijd, voor STOA is het dan
nuttig en een goede gelegenheid om wat even superlocal. En in hoeverre kunnen we dat in andere projecten in Nederland gebruiken en de leerervaringen, de leerpunten van superlocal meenemen in ons onderzoek. En daar kan STOA een grotere rol of een kleinere rol in spelen. Maar dat maakt me niet zo vreselijk veel uit. Het van elkaar leren, het samen zoeken naar nog beter en blijven innoveren en blijven kijken wat uitdagingen zijn en waar onderzoeksmogelijkheden en implementatie en verkenningsmogelijkheden liggen. Nou, dat, als je de antwoord op de vragen zag, is dat meer dan afgedekt vanmiddag. Ja. Je hebt eigenlijk twee aspecten die we vandaag toch aan de orde willen hebben. Dat is enerzijds van, joh, hoe zit nou zo'n project in elkaar en welke onderzoeksvragen heb je dan nog in het algemeen van de afvalwaterketen? Maar er zit ook een heel aspect aan wat gaat over meten, want meten is weten. Ja. Ja, en was het maar zo makkelijk, want wat ga je dan meten en hoe? En kom ik dadelijk in het programma kom ik er ook nog op terug, maar het goed neerzetten van gegevens die je gaat monitoren, waarom ga je wat monitoren, in welke frequentie, welke eenheden, is ontzettend belangrijk om kennis te delen. Anders blijven alle ervaringen een beetje loszand. Hoe goed ze lokaal ook opgepikt zijn en opgepikt worden, om van elkaar te leren, is het goed om eenzelfde taal te spreken en zodat je ervaringen, kennis kan delen en door kan bouwen. Oké, helder. Samenvattend zeg je van, ik wil ook van de mensen die hier aanwezig zijn horen van, joh, met welke vragen zitten jullie waar je antwoord op zou willen hebben als je dit soort projecten op gaat pakken, waar in den landen ook. En hoe kunnen we die inzichten over het monitoren en wat daarmee samenhangt, hoe kunnen we daar nog beter grip op krijgen om ook toekomstige projecten op een goede manier van de grond te krijgen? Ja. Oké. Nou, dat is een mooie uitdaging voor deze middag. Tijd om eerst maar eens te gaan kijken hoe dat superlocal dan in elkaar zit. Want ja, wie ben ik nou vergeten in dit hele rijtje van 5 mensen? Dat is Diederik van Duren. Al een hele tijd betrokken bij dit project. Kijk, excuus Diederik dat ik jou vergeten ben, maar nee hoor. Dan toch mag jij als eerste de aftrap doen. Jij bent adviseur strategie bij WML, maar je bent ook promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en dan bij het Maastricht Sustainable Institute. En jouw promotie gaat over het versnellen van de watertransitie. Waar dit soort aspecten natuurlijk heel mooi in passen. Als ik zo naar dit plaatje kijk, dan ben ik ook gewoon dubbel blij met jou. Want jij bent wel een van de jongere mensen in dit gezelschap. Die met een achtergrond in duurzaamheidswetenschappen heel mooi bijdraagt aan zo'n initiatief als Superlocal. Voordat jij met jouw verhaal begint, en wat mij betreft mag je je scherm vast gaan delen, zeg ik even tegen de deelnemers, jullie vragen die opkomen tijdens het verhaal van Diederik, zet die vooral in de chat. Want het programma is zo opgebouwd dat we nu eerst 2 introducties hebben. 1 over Superlocal en 1 vanuit het waterschapsbedrijf over de manier waarop het waterschapsbedrijf Limburg betrokken is. En daarna gaan we in op jullie vragen. Diederik, aan jou het woord. Dank je wel, Mark. Jullie kunnen mij horen en jullie kunnen de presentatie zien. Helemaal top. Kijk, heel fijn. Nee, goed om hier te zijn. Mooi om jullie allemaal, ik zie jullie niet, maar een soort van te zien. Ik ga jullie een algemeen beeld geven van Superlocal. En met name de waterkringloop binnen Superlocal. Heel kort even, Superlocal is een project waarbinnen de waterkringloop georganiseerd wordt door de gemeente Kerkrade, de woningcorporatie Heemwonen, het drinkwaterbedrijf WML en het afvalwaterbedrijf WBL. Nou, dat is een intensieve samenwerking sinds 2016 alweer. Maar wij werken ook samen onder de noemer Live Local Water Adapt. Dat doen wij samen met de watergroep in Vlaanderen, die daar een kleiner replicatieproject hebben. Maar ook buitengewoon interessant.
Vandaag ga ik me veel meer richten op de waterkringloop aan de afvalzijde. Hier en daar noem ik ook wel wat dingen aan de voorkant. Maar het gaat vooral over de afvalwaterkant. En daarbij wil ik vooral gaan benadrukken wat we nu precies gaan doen. Velen van jullie ken ik of via en die hebben vast ook wel dingen over Superlocal gelezen en gehoord in het verleden. En hoe verder je teruggaat in het verleden, hoe wilder de verhalen. En nu is de vraag, ja, maar wat gaan we nu daadwerkelijk doen? Bij veel van dit soort projecten beginnen we heel breed, maar uiteindelijk eindig je met een aantal innovaties. En daarnaast wil ik jullie ook graag op de hoogte brengen hoe ver we nu eigenlijk zijn. Onder andere door beeldmateriaal, maar daar komen we zo op. Eerst even terug naar het bredere plaatje. Waar hebben we het nu over? Nou, over een circulaire groene woonwijk, waar voorheen 4 oude grote flats stonden. Een zeer levendige wijk die eigenlijk achteruit is gegaan in het zuiden van Nederland, in Kerkrade, tegen de Duitse grens aan. En daar komt 1 nieuwe flat, deels nieuwe flat, voor terug en een aantal andere woningen. Dus wij hebben hier te maken met krimp. Dus wat moeten we doen? We moeten vooral die kwaliteit van leven hoog proberen te houden. In een wereld van krimp en individualisering willen we juist proberen, waaronder ook het watersysteem, om meer saamhorigheid, meer interactie te krijgen. Hoe doe je dat? Nou, daar komen we later op terug. 2 andere pijlers in het project. Een van de voornaamste is de circulaire economie. Dat doen we zowel op het gebied van bouw, maar ook op het gebied van afvalwater en drinkwater. Nou, hoe kunnen we daar grondstoffen, nutriënten circulair in gaan terugwinnen, hergebruiken, et cetera. Tot slot, de derde pijler is eigenlijk klimaatverandering. En dan niet omdat we het zo leuk vinden, maar vooral hoe kunnen we omgaan met extreme droogte en natte perioden. En hoe kunnen we dat in deze wijk oplossen? Voor jullie beeld, ik wijs het even aan. Hier staan 3 experimentwoningen, dus rechts van de vogel. Hier staan 15 lage woningen, allemaal volledig circulair, gebouwd met watersystemen erin. En hier is een groot flatgebouw, wat momenteel geconstrueerd wordt. Ik zal laten zien hoe het dan staat met die planning. Velen van jullie zijn al, ja, hebben misschien geen beeld momenteel. Is het een leeg plaatje? Dan beginnen we terug in 2018. Begin 2018 is het eerste expo-gebouw opgeleverd. Dat is een klein gebouw wat volledig voor 95% bestaat uit oude sloopmaterialen uit zo'n flat. Daar hebben ze voor het eerst mee geëxperimenteerd. Wat kan je daarmee? Kan je daar nog iets nieuws van bouwen? Nou, het voldeed nog niet aan de eisen. Doorontwikkeld, midden 2020, zijn eigenlijk de eerste circulaire proefwoningen opgeleverd. Waaronder ook nieuwe sanitatietechnieken. Zoals een waterbesparend toilet, oftewel een vacuumtoilet, een voedselrestenmaler, vermaler. Maar ook een recirculatiedouche. Die bevinden zich in deze 3 woningen die, als corona het toe gaat laten, door jullie ook bezocht kunnen gaan worden. Dan kan je ook gebruik maken van de technieken en dat een beetje ervaren. Nou, eind 2020, nu dus, worden de 15 woningen die circulair zijn doorontwikkeld, zodat ze voldoen aan de eisen van de markt, opgeleverd. Waaronder de watertechnieken in huis ook zitten. De voedselrestenvermaler en het waterbesparend toilet. Aangesloten op het vacuümrioolsysteem. Gaan we een maandje vooruit. Dus 27 januari, als ik het goed heb. Dan komen de eerste 14 huishoudens, worden dan bewoond. Dus dan krijgen we de eerste bewoners. Eigenlijk zou ik vandaag niet aanwezig zijn bij dit webinar, omdat ik een workshop zou hebben met de bewoners. Heel leuk en aardig. Maar door de nieuwe maatregelen mag ik dat jammer genoeg niet doen. Dus dan moet ik weer gaan kijken hoe we dat online gaan doen. Zo, eigenlijk wil je dit soort dingen fysiek levende lijven laten zien hoe de technieken werken, waar je op moet letten, et cetera. Nou, spoelen we even een stukje door. Gaan we naar eind 2021. En dan zullen alle woningen bewoond zijn. En dat wil ook zeggen dat de hele waterkringloop in werking is. Nou, wat die waterkringloop dan is, daar ga ik het nu over hebben. Daarna zal Paul ook verder ingaan op het proces daarna. Dus van 2021 tot 2024. De monitoring. Heel belangrijk onderdeel. Want waar de bouw nu klaar is, bijna klaar is, dus met het circulair bouwen, en daar hebben ze geleerd, gaat eigenlijk de waterkringloop nu pas beginnen. Dus als die gaat draaien, dan wordt het pas interessant. Nou, even een paar beelden van waar we nu staan. Er zijn dus onderdelen uitgezaagd, hergebouwd, gereconstrueerd. Een deel van de flat blijft staan, wordt gerenoveerd en een deel wordt nieuwbouw. Een regenwaterbuffer is reeds geplaatst. De woningen zijn klaar, de bewoners zijn er klaar voor. Rechts een plaatje van de
vacuümstation, de buffer onder de grond. En tot slot de circulaire proefwoningen. Nou, dit is hoe het er nu bij ligt. Ik neem aan dat ook vandaag weer mooie blauwe lucht is. Ik ben niet in de buurt, maar de bewoners mogen vandaag wel een eerste kijkje nemen in hun woning. Nou, wat doen we nu precies in de waterkringloop? Er zijn dus heel veel verhalen rondgegaan, die we ook zelf de wereld in hebben geholpen, met mooie visies en verhalen, hoe het gaat worden. Maar de werkelijkheid is soms iets weerbarstiger, of je maakt andere afwegingen of keuzes. Nou, ik ga alles even kort doorlopen. Het is dus een innovatieve samenwerking die dit heeft mogelijk gemaakt, waarbij de gemeente, het waterschapsbedrijf, het drinkwaterbedrijf en de woningcorporatie de dingen anders doen. Elkaar helpen, elkaar maatregelen nemen die ze anders niet zouden doen, maar daar heeft een andere partij weer baat bij en zo wisten ze dat uit. Nou, dan gaan we eerst naar de woning. Dus we hebben een duurzame wijk, die leg ik zo meteen uit. Maar in huis is het relatief simpel wat er anders is. Althans, voor ons is dat simpel omdat we er al jaren mee werken, maar voor de bewoners gaat het toch echt nog anders zijn. Wat doen we dan anders? Er komt een waterbesparend toilet in. Nou, die gebruikt maar 1 liter in plaats van de gemiddeld 7 liter bij een normaal spoeltoilet. Vraagt ook om hier en daar ander gebruik, waaronder de deksel dicht doen in verband met geluid. Dus het systeem functioneert totaal anders. Ook met een vacuümriolering, een soort zogenaamd zwartwaterriool. En daarop is in deze wijk ook een voedselrestenvermaler aangesloten. De woningen krijgen die bij hun keuken, dus eigenlijk een voedselrestenbak naast je gewone wasbak of spoelbak. Maar in de flat komen ze op de gang. Nou, dat is vooral omdat het ook milieuvriendelijker is. Dan heeft niet iedereen zo'n apparaat in zijn woning. Nee, maar dan deel je dat met meerdere, waardoor de energieefficiëntie en de terugwinning effectiever is. Nou, dat moet nog allemaal gaan blijken, hoe mensen dat gaan ervaren, hoe ze dat gaan gebruiken. Dus daar zijn we nu heel veel mee bezig met die communicatie richting de bewoner. Wat is dus anders dan normaal? Je hebt een dubbel rioolsysteem, een vacuümrioolsysteem en een normaal vrij verval rioolsysteem, maar met veel schoner water, grijs water zijnde. Maar waar gaat dat zwarte water dan heen? Dus van dat waterbesparend toilet en die voedselrestenbak. Nou, dat wordt dus door een vacuümsysteem, een vacuümpomp, wordt het riool op onderdruk gehouden, waar op het moment dat je op je knop drukt, het weggezogen wordt. Nou, dat vacuüm, die vacuümpomp, die levert dan uiteindelijk ook dat zwarte water, dat rijk is aan biomassa, aan energie, aan grondstoffen en nutriënten, en eigenlijk arm is aan water. Die wil zo min mogelijk water erin hebben. Dus dat vergt ook wat van de bewoner, van hoe ze daarmee omgaan. En hoe vaak ga je spoelen, dat soort zaken. Nou, dat water, wat vooral bestaat uit biomassa, wordt geleverd aan een vergistingsinstallatie. Daar zal Paul later ook verder op ingaan. Maar die wordt eigenlijk op temperatuur gebracht, circa 35 graden. Waarmee het slip onder andere wordt gescheiden. Onder andere van het effluent. En er wordt biogas afgevangen. Nou, dat biogas wordt direct hergebruikt, gefilterd. Dan in een cv hergebruikt, doordat er warmte van gemaakt wordt. Waar deze warmte wordt dan weer gebruikt om eigenlijk de vergister op temperatuur te houden. Op deze manier krijg je, in theorie en hopelijk dadelijk ook in de praktijk, een energie-neutrale zuivering voor het zwarte water. Nou, daarna wordt het slip nog extra verhit om het hygiënisch betrouwbaar te maken. En zullen wij testen gaan doen. Gaan kijken in de omgeving, samen met de gemeente, met organisaties die er interesse in hebben. Om te kijken, kunnen we hier betrouwbare meststoffen van maken? En voor welke doeleinden dan wel? Nou, het grijze water. Ik zag ook dat de leverancier aanwezig is bij deze sessie. Dus die zal het vast nog vele malen beter uit kunnen leggen. Maar wat doen we hier? Ja, het grijze water bestaande uit de wasmachine, de douche, de wasbak, hetgeen wat niet zo vies is. Dat komt gewoon via een vrij vervalriool. Komt het in een buffer terecht. Er wordt ook vet afgevangen, slip. Dan wordt het eigenlijk op het helofietensysteem gebracht. Het is een verticale helofietenfilter. Die ook nog eens belucht is. Nou ja, de planten zijn mooi. Hebben functies, maar niet per se om het water allemaal te zuiveren. Maar het zijn meer de bacteriën op de wortels. Zeker ook de lucht, doordat het een beluchte verticale helofietenfilter is. En de bodem die het water zuiveren. Nou, wat doen we daarna, na dit natuurfabriekje?
Kunnen we het water in het oppervlaktewater lozen? Is het als het goed is van goede kwaliteit daarvoor? Dus het hoeft niet meer getransporteerd te worden over lange afstanden. Maar we gaan ook testen doen om te kijken, kunnen we dit water opwerken tot waswater? Een soort huishoudwater, B-kwaliteit water, maar dat wel van dusdanige kwaliteit is dat het betrouwbaar is en veilig om toe te passen, bijvoorbeeld voor de wasmachine. Er komt namelijk een gemeenschappelijke wasmachine, wasseretten, waar we dit aan zouden kunnen sluiten. Of we het doen is een tweede, daar moeten de testen positief gaan uitwijzen. Nou, tot slot, waar we het minder over gaan hebben, maar waar ik toch even wil benoemen. We gaan zoveel mogelijk regenwater opvangen. Het moet eigenlijk niet meer het gebied uit. Zeker niet in tijden van een extreme bui. Dus de verharding, de daken, het wordt separaat opgevangen. Zodat we kunnen testen wat het verschil in kwaliteit is. Dat gaat in die grote regenwaterbuffer waarvan ik al een plaatje liet zien. En dit kunnen we dan ter plekke gaan beproeven om hier drinkwater van te gaan maken. Dit doen we in het waterfabriekje, dit doet WML. En daar gaan we het eigenlijk opwerken tot drinkwaterkwaliteit. Gaan we het leveren? Nee, in ieder geval nu nog niet. We gaan eerst uitvoerig testen en daarna pas op een moment komen om überhaupt te beslissen of we het zouden willen leveren, ook een overleg met betrokkenen, of niet. Maar het gaat hier vooral om ervaring op te doen. Hey, hoe kunnen wij omgaan met deze bron die anders is, die een andere temperatuur kent, die veel instabieler is, die komt niet zomaar constant binnen, de kwaliteit onzeker is, die per event totaal kan verschillen. Nou, daar zijn we benieuwd naar, daar willen wij leren. Is dit een alternatieve, relevante bron die in de toekomst ingezet zou kunnen worden? Nou, we willen alle buien opvangen. Dat lukt niet allemaal in die grote buffer. Dus je hebt ook nog een waterplein of in ieder geval infiltratievijvers om te zorgen dat geen water het gebied verlaat. Zodat we niet omliggende gebieden eigenlijk belasten. Nou, daarnaast doen we nog iets anders. En dat is, we proberen die drinkwaterpiek aan te pakken. Nou, dat is de piek die in de avond met name voorkomt, maar ook in de ochtend als iedereen tegelijk drinkwater gebruikt. Er komt in het gebied een rijnwaterkelder, dus waar schoon drinkwater in zit. Die kunnen wij vullen op het moment dat er geen regenwater is met water uit het centrale net. Nou, dat doen we in daluren, bijvoorbeeld in de nacht of midden overdag, als mensen aan het werk zijn. Nu is dat iets anders natuurlijk, dus dat is een interessante casus om te zien hoe je daarop moet inspelen. Maar dan gaan we eigenlijk uit het centrale net leveren in daluren, zodat deze wijk op het moment dat er een piekvraag is en er niet genoeg regenwater zou zijn in theorie, dat we dan uit deze buffer, deze tijdelijke buffer eigenlijk kunnen gaan voorzien. Waardoor je eigenlijk het centrale net gaat ontlasten. Dus met deze lokale toepassing. Nou, kort nog even een aanleiding naar de onderzoek en evaluatie die we gaan doen. Dus we willen heel veel onderzoek doen, monitoring. Ja, hoe doen we dat? Dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. We hebben eigenlijk verschillende type waarden geïdentificeerd. Denkend aan milieuwaarden, goed is het voor het klimaat, dergelijke. Geproduceerde waarden, hoeveel water kunnen we hergebruiken, dat soort dingen. Maar ook sociale waarden, wat vinden mensen ervan? Goede beleving of niet? En wat kost het? Nou, dat analyseren we op een lokaal niveau, maar ook in de omgeving. En ook nog een groter niveau. Dat doen we voor al die verschillende subsystemen van onze waterkringloop. Denk aan regenwater, drinkwater, woningen, zwartwater, vergisting, grijswater en de openbare ruimte. Nou, al die data die we de komende jaren willen gaan genereren, niet gezegd dat we dat allemaal kunnen of niet allemaal alleen kunnen, willen we daarna ook gebruiken om toe te passen in een model, een computermodel, om te kunnen opschalen. Om te kunnen opschalen naar andere schaalgroottes. Om te zien wanneer wordt deze wijk economisch rendabel of wanneer wordt iets, een buffer, te klein, of kan je juist weer economische schaalvoordelen gaan halen. Nou, dat doen we voor één huishouden, dat doet de watergroep in Vlaanderen, een woongroep, een complex, zoals Superlocal, of alweer een buurt, nog groter, 500 woonheden, of een wijk van 2000 woonheden. Nou, zo willen we eigenlijk gaan leren, voor een breder palet aan projecten. Nou, wat voor indicatoren moet je dan aan denken? Nou, we gaan meststof produceren. Hoeveel is dat dan voor zoveel bewoners? En als je dat gaat opschalen. Hoeveel kunnen we die tijdelijke piekbuien bufferen? Maar ook andere zaken als hoe vaak komen er storingen voor in dit vacuümsysteem? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Er zit daar een leercurve in. Wat zijn de kosten? Wat zijn de woonlasten? Gaan die omlaag? Hoeveel gaan die omlaag? Wegen die op? En dan kom je dus ook tegen zaken aan dat het huidige systeem zoals we het hebben gemaakt, zijn de financiële structuren, daar niet als prikkel fungeren. Maar desalniettemin hebben we een heel breed palet aan indicatoren geselecteerd die we graag willen gaan meten.
Dus de volgende stap, hoe gaan we dat doen, met wie gaan we dat doen, et cetera. Nou, Paul gaat dadelijk veel meer in op de waterkwaliteit en kwantiteit van de afvalwaterkant. Kort wil ik nog even benadrukken. Een project wat wij zijn opgestart vanuit Superlocal met een aantal andere, met een aantal andere partners. Waaronder in Helsingborg, Hamburg, Amsterdam, waaronder de mensen ook van Waternet aanwezig zijn, en Gent. En het gaat eigenlijk over de sociale evaluatie van nieuwe sanitatie-experimenten. Wat vinden mensen ervan? Hoe gedragen ze zich? Hoe wordt er omgegaan met communicatie, et cetera? Nou, dat willen we eigenlijk in al die projecten. Dan gaat het dus over duizenden en duizenden mensen de komende jaren gaan vergelijken. Dezelfde manier enquêtes uitzetten, dezelfde manier interviews doen, om eigenlijk die verschillende contexten te gaan begrijpen, verschillende soorten mensen. Kijk, in Amsterdam heb je een wijk met veel meer rijke juppen die duurzaamheid in hun achterhoofd hebben, heel gechargeerd gezegd. En in Kerkrade heb je een wijk wat sociale huurwoning is. Totale andere context. En zijn wij benieuwd naar hoe kunnen we dat vergelijken en wat vinden mensen ervan, et cetera. Nou, heb je een project wat hierbij aansluit en denk je, hey, interessant, wij willen ook graag naar die sociale componenten kijken, laat het vooral weten. Nou, daar wil ik het bij laten. Nog een kerstelijke feestgroet uit Bleierheide van ons. Mocht je hier vragen over hebben, nou, weet mij te bereiken dan. Ja, dankjewel Diederik. Dankjewel Diederik. Er zijn al behoorlijk wat vragen in de chat gesteld. Maar voor we daarop ingaan, ga ik naar die andere partner in het project, het waterschapsbedrijf Limburg. En we zouden vandaag Ataman hebben die een verhaal zou houden, maar door privéomstandigheden is hij verhinderd, maar heeft een uitstekende stand-in bereid gevonden om dat verhaal te vertellen en zijn kennis te delen. Paul Telkamp. Jij gaat wat vertellen over hoe het waterschapsbedrijf hierin zit, hoe het waterschapsbedrijf betrokken is, waarom zij meedoen. En jij focust ook op waar Diederik ook al inging op monitoring en monitoringsaspecten, maar vooral op die monitoringsaspecten van het waterschapsbedrijf. Ja, klopt. Als het goed is, hoop ik in ieder geval dat jullie mijn scherm kunnen zien. Ja, dat zien we. En voordat jij begint, want ik zei net, hè, je vervangt Ad, maar jij bent in het dagelijks leven adviseur technologie en waterketen bij Touw, met specialisatie op nieuwe technieken. Vanaf het begin al eigenlijk betrokken bij Superlocal op verschillende fronten, met alle partijen samengewerkt. En nu vertel je het verhaal namens waterschapsbedrijf Limburg, maar je hebt ook, en dat zal straks denk ik in de discussie nog wel naar voren komen, je bent ook projectleider van het realisatie van het vacuümsysteem namens de gemeente Kerkrade. Dus bij uitstek een man die de verschillende invalshoeken kent en ziet. Yes, ja, dank. We horen graag jouw verhaal. Ja, dus zoals gezegd, ik neem de presentatie van Ad over. Dus dat is ook in die zin zijn presentatie waar ik mijn draai aan geef. Dus ik weet niet precies zeker of ik alles exact herhaal wat Ad beoogd had te herhalen, maar of te vertellen. Maar dat komt vast goed. Als eerste, jullie zagen net mooie 3D-plaatjes zeg maar, van Diederik. Hier zie je feitelijk een meer platgeslagen 2D, meer technisch plaatje van wat er nou precies allemaal gaat gebeuren binnen Superlocal Concept. Diederik heeft daar net al een toelichting op gegeven wat er vooral gaat gebeuren. Wat hier vooral belangrijk is, dat is ook wat Ad wilde vertellen, is ook de afbakening. Er staan ook wat contouren omheen en de blauwe contour is ook vooral het gedeelte waar WBL zich mee bemoeit binnen het project. En dat gaat dan vooral zeg maar, op het punt vanaf het vacuümstation naar de vergister. Vanaf de vergister neemt WBL zeg maar, de verantwoordelijkheid over. En voor het grijswater geldt dat ook vanaf de riolering. Dus de riolering in openbaar gebied, die is in beheer en ook verantwoordelijkheid van de gemeente. En daarna komt er een luchthelofietenfilter en die wordt dus ook in beheer genomen door WBL. En het was inderdaad een gedachte wat Diederik ook aanstipte, ook het uitgaande water van het helofietenfilter, om daar ook iets nuttigs mee te gaan doen. Het was al gelijk beoogd om dit vanaf het begin gelijk te doen, ook om daar met wasboxen aan de gang te gaan. Alleen ILT heeft ook aangegeven, ja, ga eerst maar eens even goed monitoren hoe goed dat water is, om gezondheidsrisico's te vermijden. We hadden daar wel allerlei technieken tussen zitten, hoor, om pathogenen af te doden. Maar dat is ook deel van het onderzoek, zeg maar, om daar nu onderzoek naar te doen. Hoe we dat water ook gewoon goed geschikt voor het baswater kunnen maken of andere doeleinden.
Heel kort de motivatie van de waterpartners. Dat zijn dus de vier waterpartners die Diederik al heeft aangekondigd. Dus de gemeente Kerkrade zit erin. Die zit er vooral in vanwege het meer klimaatbestendig maken van de wijk. En ook het vergroten van bewustwording met water ook rondom bij de bewoners. WML die zit erin ook voor ervaring op te doen met lokale productie. Om vanuit regenwater drinkwater te gaan maken. En ontlasting van het drinkwatersysteem. Het is heel duidelijk dus ontlasting van het drinkwatersysteem en niet het woord in ertussen gaan zetten. Dat geeft een beetje een spraakverwarring in deze context. Maar het is inderdaad bedoeld om het drinkwatersysteem te ontlasten. Dan hebben we Heemwonen nog. Dat is de woningcoöperatie. Die is vooral ook betrokken om woningen toekomstbestendig te maken en ook duurzaam te maken. En daarin ook natuurlijk de bewustwording te vergroten. En wat Diederik net ook even aangaf, Kerkrade is een krimpkern in die zin. En ze willen ook juist de sociale cohesie zeg maar, bevorderen binnen dit gebied. En last but not least, of course, WBL. En dat is ook vooral leren. En daar kom ik op de volgende sheet op terug, wat WBL dan precies wil leren van dit project. Uiteraard zijn er meerdere leermomenten. Eén die heel belangrijk is, er zijn natuurlijk meerdere initiatieven in Nederland rondom nieuwe sanitatie in welke vorm dan ook. Maar goed, WBL heeft natuurlijk ook zelf aangegeven van er is eigenlijk maar één manier om goed ervaring op te doen. En dat is zelf ervaring op doen. Dus dat is ook een belangrijk leermoment om het gewoon zelf te doen. Twee, ze willen ook de kansen natuurlijk onderzoeken van een lokale kringloopsluiting. En ook met name voor het waterhergebruik, maar ook de nuttige toepassing van het slip wat uit de USB komt. Dat is in die zin eigenlijk een ander type slip als wat je op de zuiveringen hebt. En WBL's wil ook in dat kader gaan kijken of het mogelijk is om dat slip bijvoorbeeld als een bodemverbeteraar of als een andere grondstof in te gaan zetten. Ook belangrijk natuurlijk dat vaststellen of het concept daadwerkelijk een alternatief is of een aanvulling is op de conventionele zuiveringen die we hebben. Het is ook vooral bedoeld om de rapporten zeg maar, die wij dan als touw ook eerder hebben opgesteld, waar natuurlijk allerlei uitgangspunten en aannames in staan, die natuurlijk wel gebaseerd zijn op andere projecten in de landen in West-Europa, maar ook om die vooral te toetsen, oftewel te valideren. En ook uiteraard kansen voor maatregelen voor verwijdering van microverontreinigingen. Zoals jullie wellicht weten zitten alle door de mens uitgescheiden medicijnresten hormonen in het toiletwater. Dat houden we nu heel erg geconcentreerd bij elkaar. Detergenten zitten juist in het grijze water, waar ook feitelijk nu bij elkaar wordt gehouden. En dat biedt ook kansen om daar wat mee te gaan doen. Daar gaat ook monitoring op plaatsvinden, waar ik zo in de volgende sheet zal toelichten. En natuurlijk de samenwerking met de waterpartners. Dat is natuurlijk ook voor WBL in die zin een mooi project om echt samen te werken in de waterketen. En ook gewoon het evaluatie natuurlijk van het hele totale concept te doen. En alles, de hele afstemming onderling, financiering en de verdere uitrol. Nou, de tijdlijn. Diederik had net al wat aangegeven. De drie modelwoningen zijn in principe al klaar. De 15 woningen, de grondgebonden woningen, die zullen december nu klaar zijn. De mensen krijgen inderdaad half januari de sleutel, als het goed is, officieel. En de flatwoningen zullen, als het goed is, hier staat nu februari, eind volgend jaar, begin 2022 klaar zijn. En als je dan kijkt naar de regenwaterzuivering, die zal al in mei 2021 beginnen. Het helofietenfilter, die zal in mei 2021 naar verwachting in bedrijf worden genomen. Dus nog op deellast. Enkel die 15 grondgebonden woningen en die drie modelwoningen zitten er op dat moment nog op. En dan inderdaad, zodra de appartementen zijn aangesloten, zal die op vollast kunnen draaien. Dan zal ook in die periode getest worden met het opwaarderen dus van het effluent van het helofietenfilter om te kijken van wat kun je daarmee doen en kun je het inderdaad geschikt maken als waswater of wellicht zelfs voor de wasbox of op een andere manier hergebruiken. En de zwartwatervergister die zal ook dan pas op vollast draaien vanaf februari 2022. Naar verwachting zal de vergister medio volgend jaar worden geplaatst. Dus we starten in wezen al wel. In januari zal een vacuumstation in bedrijf worden genomen. Dus dan werkt in ieder geval het vacuumstation al. In tussentijd pompen we dan nog tijdelijk door naar het riool. En zodra de vergister er staat, dan wordt ook de vergister natuurlijk in bedrijf genomen en wordt het water naar de vergister gepompt. De gehele monitoringsperiode die loopt tot februari 2025. Nou, wat wil WBL gaan monitoren aan dit project? SEC kijkend naar de zwartwaterzuivering, oftewel de vergister. Dan gaat het natuurlijk om algemene aspecten van beschikbaarheid, bedrijfsvoering, betrouwbaarheid. Hoe robuust is het systeem? Ook kijken natuurlijk naar het debiet wat binnenkomt. Matchen dat ook met het debiet die we verwacht hebben. De temperatuur van zowel het inkomende water als ook de temperatuur waarop de vergister bedreven gaat worden. Nou, voor de rest dan hier wat technische specs wat ze echt willen gaan meten aan het water. En dan ook vooral belangrijk om te weten trouwens, de spuislipstroom of de uitgegiste slipstroom die eruit komt, die wordt gehygiëniseerd tot 70 graden Celsius. Om die zin ook inderdaad gewoon geschikt te maken dat je weet dat de pathogenen zijn afgedoden en ook meer kansen gaat bieden om het toe te passen. Ergens als een grondverbeteraar of dergelijke.
Dan het belucht helofietenfilter. Daar heb je feitelijk weer dezelfde beschikbaarheid, bedrijfsvoering, robuustheid check om te gaan doen. Ook daar weer de bied, temperatuurcheck van het water om te kijken. Elektriciteitsverbruik telt natuurlijk ook mee als mede op de rietproductie. Rietproductie lijkt misschien wat vreemde eend in die bijt, maar dat is ook meer bedoeld van hoeveel riet produceren we nou per vierkante meter en wat zouden we met dat riet ook kunnen, weer als een grondstof. En uiteraard de bekende rendementen op de bekende parameters voor CH2 en PSW-stof die ook gemeten gaan worden. Nou, welke onderzoeksvragen zijn er? Er zitten een aantal subsidies en UIA-subsidie en LIFE-subsidie op dit traject. Zoals gezegd, bij het helofietenfilter worden echt de toepassingsmogelijkheden ook bekeken. Het behoefte van waswater, ook de kwaliteitseisen waar het dan aan moet voldoen voor de doelstelling of de toepassing die je beoogt. Er wordt ook gekeken naar wat zijn dan de noodzakelijke zuiveringsstappen, actief kool of oxidatie of membranen of combinaties van deze technieken. En daar zal dan ook pilotonderzoek mee worden gedaan, met wat de meest geschikte techniek lijkt. En ook binnen het monitoringsprogramma. Voor de organische reststroom, oftewel de stroom die dus de uitgegiste slipstroom, daar gaat dus ook gekeken worden naar welke toepassingsmogelijkheden zijn daarvoor mogelijk. Ja, bijvoorbeeld energiegewassen, wat is er aangegeven. Welke kwaliteitseisen hebben we en welke kwaliteitseisen moeten we natuurlijk aan gaan voldoen. En ook daarin is wenselijk het beoogd om daar onderzoek te gaan doen met potproeven en dat soort zaken, om ook gewassen op te gaan kweken om te kijken hoe we dat kunnen doen. En verder hebben we nog de verwijdering van de micro's. Daar zal in eerste instantie gewoon uitgebreid gemeten gaan worden op micro's, zowel in het grijs water als in het zwart water. Om ook in kaart te brengen, verder wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden er dan zijn om dit te kunnen verwijderen. En dat zal dan ook getest gaan worden gedurende die monitoringsperiode ergens met bepaalde technieken, om ook echt daadwerkelijk te zien of we daar voldoende ook de medicijnresten en hormonen mee kunnen verwijderen. Ik dacht dat het ook de laatste sheet was. Deze had ik nog opgenomen. Mochten jullie nog vragen hebben, die wellicht niet nu beantwoord kunnen worden, dan kun je ook hier zien wie je dan van de partners kunt mailen. Zover mijn presentatie. Kijk, dankjewel, Paul. In de chat zijn er ondertussen behoorlijk wat vragen heen en weer gegaan. Michelle, zou je Paul, Diederik en mij even in het praathoekje kunnen zetten? Dan kunnen wij even kijken naar die vragen die er zijn. En daar kijken of we mensen nog wat wijzer kunnen maken in het geheel. Jullie zien, jullie kunnen ze zelf ook zien in de chat. Hè? Ik zie in de chat ook complimenten voorbij komen van dat dit gelukt is, dat je zo met die partijen aan de slag bent. Ik zie ook nieuwe ervaringen uit andere delen van het land voorbij komen die een aanbod hebben. Ik zie natuurlijk ook leveranciers die een aanbod hebben. Nou, voor al die mensen, we gaan al jullie opmerkingen die gaan we delen met de organisatoren. En waar de aanknopingspunten voor liggen, dan komen zij zeker bij jullie daarop op terug. Laat ik eigenlijk wel even met dat compliment beginnen. Hè? Compliment dat jullie al die partijen bij elkaar gebracht hebben. En dat jullie het samen ook aan het doen zijn. Ik zie ook wel vragen, los van de waardering over, hoe krijg je dat voor elkaar? Misschien iets een vraag voor Diederik? Sowieso een lange adem, denk ik. Het is gewoon door netwerken dat de partijen bij elkaar zijn gekomen. En het is de woningcorporatie Heemwonen die een ambitie op tafel heeft gelegd voor een circulaire wijk. Nog niet wetende wat dat dan moest betekenen. Gemeente Kerkrade enthousiast en ook uiteindelijk de waterpartijen die aangesloten zijn. En dan begint eigenlijk een proces, een project van conceptontwikkeling met de partijen, elkaar leren kennen, vooral elkaars taal leren spreken. Nou, dat hebben we ook samen met, ook deels onder begeleiding van Paul en Touw gedaan. En dat is gewoon een lang proces en dan kom je weer verder. Uiteindelijk stond ook wat vragen over wat zijn dan beslissende momenten geweest. Nou, onder andere om dan ook daadwerkelijk financiering rond te krijgen. Kijk, je gaat het hier anders doen dan normaal. Je gaat hier vooral ook willen leren. Dus dat betekent dat het allemaal een stuk duurder is. Omdat je al die dingen wil doen extra dan normaal. Het is niet alleen maar realiseren en draaien. Nou, dat is duurder. Nou,
uiteindelijk heeft het ons over de streep geholpen, het feit dat we 2 subsidies binnen hebben gehaald. 1 voor het volledige project en 1 voor specifiek de waterkringloop, die we samen doen met de watergroep in België. En ja, dat is uiteindelijk de druppel geweest voor de partij om te zeggen, nou, we gaan door. Er is zoveel goodwill, ook de EU ziet hier echt wat in en ziet hier mogelijkheden, nou, dan moeten we ook verder en laten we dit dan doorpakken. Dus dat is wel denk ik heel belangrijk geweest. En daarnaast ook een kerngroep die gewoon jaren heeft samengewerkt. Maar nu is dat meer doorgegaan naar een groep die aan het realiseren is en weer tal van nieuwe uitdagingen tegenkomt. Waar lang niet altijd over nagedacht is. Dus het is niet alleen aan de voorkant dat je creatief moet zijn. Je moet des te creatiever nu zijn in de uitvoering. En je moet ook des te, ja, in het begin werd het al aangegeven, ook onder andere door Bjartuur. En je moet ook des te alerter zijn hoe dingen gedaan worden. Want we hebben te maken met andere technieken, andere toepassingen. We kunnen het bedenken, maar de uitvoering, ja, die moet ook nog bedacht worden. En die moet ook gedaan worden door partijen die er weinig ervaring mee hebben in veel gevallen. Hoe zorg je dat het dan goed verloopt? Dus het is een aandacht van echt begin tot het einde. Echt pionieren met elkaar, maar wel beginnen met een ambitie en met een partij die ook lef hebben. Want ik kan me voorstellen dat juist hier het woonbedrijf en de gemeente allebei een gezamenlijk probleem hebben met de krimp in het Limburgse, waarin er daarmee ook wel een basis ontstaat om hier aan de slag te gaan. Ja, precies. Misschien aanvullend, zeg maar, dat je al echt vernam vanaf dag 1, eigenlijk in 2016 had ik al, dat de drive, zeg maar, bij alle partijen er gewoon echt was om dit te gaan realiseren. En dat bepaalt wel heel veel als startmoment, zeg maar. Ja. En dat, dus in die zin dat nog een aanvulling. Ja, en die ambitie die helpt. En wat dan nog meer helpt is als dit past in een programma waardoor je ook financiering van de grond krijgt. En dat extra zetje kunt, dat extra zetje krijgt om het van de grond te krijgen. Ja. Ik zie in de chat zie ik ook heel veel vragen over medicijnresten. Een hot topic. Wat denk ik heel erg waar heel veel mensen naar kijken. Paul, jij hebt er ook wat over genoemd. Ja, klopt. Ik zie vooral vragen van, joh, is de tijd lang genoeg om goed te meten hoe het bijvoorbeeld met die medicijnresten gaat? En meet je wel op voldoende plekken? Ja, ik weet niet exact trouwens waar BBL nu gaat meten, maar ik verwacht dat ze in ieder geval sowieso de uitgaande stromen van de in- en uitgaande stromen van de technieken gaan meten. Zowel voor de zwartwaterlijn als de grijswaterlijn. De gedachte natuurlijk met die pasteurisatiestap is niet alleen om pathogenen af te breken, maar hopelijk, er zijn in ieder geval hypothese ook al wat bewezen onderzoeken, dat ook temperatuur, zeg maar, deels medicijnen, of dat een aantal medicijnen afbreekt. Maar zoals gezegd, waterschap heeft nog niet nu, BBL nog niet vastgepind op een bepaalde techniek, omdat ze eerst gewoon goed willen monitoren welke stoffen zitten er nou precies in, welke medicijnrest, en aan de hand daarvan ook echt te gaan testen met technieken die daarvoor geschikt zijn. En dat kan natuurlijk actief koolgas worden of ozon of wat dan ook, maar dat is een deel van de uitvoering. Ja. Ik zie hier een vraag van Stefan Weijers staan, die zegt 2 maanden pilot is erg kort als je aan actief kool denkt. Ja, ik zag ook mijn membranen trouwens. Dus ik deel die mening, ja. Ja. Maar wat is jouw kijk dan op van, joh, hoe kun je dat dan toch tackelen? Hoe levert het toch waardevolle informatie op? Of heb je gewoon nog iets extra's nodig? Ja, ik weet niet zeker waar dat 2 maanden op gebaseerd is. Of het nou was om het te laten passen binnen het live onderzoeksprogramma. Ik weet niet waar het op gebaseerd is. Maar mijn voorkeur zou ook zijn om dat minimaal aan 6 maanden te trekken. Ja. Maar kijk, ik weet de details hier niet van, maar ik kan me heel goed voorstellen in deze. In de eerste aanvraag stond het niet, in je begroting stond het niet. Dat soort dingen, zaken is dan niet meegenomen. Wil je het toch gaan doen? Ja, je ziet al een aantal vragen. Hè. In 2016 was het veel minder urgent, nu is het een stuk urgenter. Dus dan zie je dat er aandacht voor is, dat wil je wel. Maar zie je dan ook maar eens te realiseren bij een project dat al heel groot is. Nou, dat is puur ook deels waarom we hier zitten, van hoe kunnen we hier dan die samenwerking op zoeken? Hoe kan WBL ook dan met andere partijen, kennisinstellingen, STOA, et cetera, onderzoeken optuigen die dan niet, om te voorkomen dat die 2 maanden duren en niet meer relevant zijn daarmee, maar dus ook inderdaad werkelijk 6 maanden gaan duren. Ja, waarmee je wel een langere reeks opbouwt en daaraan bijdraagt om het inzicht te krijgen, zodat je dat ook kunt gaan vertalen naar andere plekken in het land, in de regio en daarbuiten. Heel mooi. Als ik dan kijk naar
de vertaling naar de rest van het land, dan maak ik het sprongetje naar Hans van der Een. Wetende dat niet alle vragen beantwoord zijn, maar die komen zeker aan de orde. Hans, jij bent alweer zo'n 20 jaar zelfstandig adviseur, denk ik. Klopt, ja. Daarvoor de hele tijd in de drinkwatersector gezeten, waarin wij in ieder geval ook nog in dezelfde werkgever hebben rondgelopen en samen hebben gewerkt. Nu vooral actief bij waterschappen en gemeenten op de waterketen. En zowel op het samenwerken als op nieuwe technieken, nieuwe sanitatietechnieken. Samen met Gert Dekker van Ambient, werk jij op dit moment aan, voer jij dialogen over de omgang van afvalwater in het buitengebied? Om eigenlijk een stukje visie, strategie en beleidskaders op te stellen van nou, hoe gaan we nou om met afvalwater in het buitengebied? En daar zal vast ook bij zitten. En hoe kun je dan omgaan met decentrale voorzieningen? Maak ons deelgenoot van wat jullie aan het onderzoeken zijn en wat jullie bevindingen daarin zijn. Ja. Oké, dankjewel Mark. Ik zal ook even het scherm delen. Ik moet zeggen, het is natuurlijk fantastisch om te horen wat over de pilot Superlocal te horen. Heel concreet en echt een fantastische uitdaging wat dat betreft. Sorry. Hans, zou het jou helpen als jij een beeld hebt waarom de aanwezigen zouden kiezen voor een decentrale oplossing van afvalwaterzuiveren? Sterkt dat jouw verhaal? Zullen we die poll er even ingooien? Gooi hem er maar in. Ja? Dan vraag ik even aan Michelle om even de mensen... jullie hebben het verhaal van Paul en van Diederik gehoord. Maar als je naar je eigen omgeving kijkt, wat zou dan voor u een belangrijke reden zijn om decentraal te gaan zuiveren? En je mag meerdere opties kiezen. Het is vooral ook wel een beeldvorming hoeveel partijen er aan denken om daarmee aan de slag te gaan. En ik zie zo, we gaan richting iets meer dan de helft die al een antwoord heeft gegeven. Ja, Michelle, je mag met ons de resultaten delen van deze poll. Oké. Okay. En daarin zien we wel die verschillende aspecten. Hele mooie balans tussen innoveren, ervaring, opdoen, praktisch bezig zijn, maar ook fundamenteel onderzoek. Oké. Okay. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal, Hans. Mooi breed palet in ieder geval, inderdaad, Mark. Ja. Ja, zoals gezegd, het buitengebied heeft natuurlijk staat in de belangstelling in veel regio's. En wij zijn voor Stelbe Arena net aan de slag om door gesprekken in drie regio's. We zijn met Vallei en Veluwe zijn wel aan de slag. We beginnen binnenkort in januari in Noorderkwartier. En hopelijk kunnen we ook op korte termijn ook beginnen in Noord-Limburg. Om op basis van de gesprekken en de aanleiding van wat gebeurt daar nou in een bepaalde plek, om te kijken van hoe ga je nou om met die afvalwaterlozing in het buitengebied. En we proberen daar een soort rode lijn uit te destilleren richting een visie of een strategie in het buitengebied. We realiseren ons dat het natuurlijk heel veel maatwerk vraagt toch altijd. Dus wat dat betreft zal het meer een handreiking zijn dan dat het een ABC'tje is om tot een oplossing te komen op plek A of plek B. Gert kan er helaas niet bij zijn, maar dat is eventjes niet anders. Even een korte introductie en daarna wat vragen. Dus als we kijken naar de afvalwater buitengebied, dan zie je toch in het land dat er op veel plekken natuurlijk gekeken wordt naar dat vraagstuk om verschillende redenen. Eén simpel de vervangingsvraagstuk, mechanische riolering, vooral in de periode 85-2000 aangelegd.
IBA's in 2000, 2010 aangelegd. Dus je komt voor vervangingsvraagstukken te staan. Hoe ga je daarmee om? Wat je merkt, en dat geldt zeker voor IBA-systemen, dat ze vaak toch meer beheer en onderhoud vragen en de prestaties niet altijd doen wat we verwacht hadden toen we ze neergelegd hebben. Dus hoe gaan we daarmee om? Je ziet natuurlijk veel lozingen die anders geworden zijn qua omvang of aard van de lozing. Een gewone boerderij met twee bewoners en dat wordt een pension waar een grotere lozing komt. Dus hoe ga je daarmee om? En natuurlijk nieuwe lozingen zoals we in Superlocal hebben. Hoe gaan we die aanpakken of oplossen? En daar zie je dus ook die drive om met innovatie en onderzoek gewoon kennis op te doen. En nou ja, als je 20 jaar bij KWR gewerkt hebt, dan heb je wel belangstelling voor innovatie. Even kijken, dat is de aanleiding. Maar als je nu goed kijkt naar de systemen die er nu liggen, die waren toch vooral gedreven door te zorgen dat er geen ongezuiverde lozingen meer waren. Maar ondertussen is de context is toch ook wel fors veranderd. Ook al aan de orde geweest natuurlijk. Enerzijds is duurzaamheid veel belangrijker geworden. En dat denk ik met name aan minder energieverbruik, minder grondstofverbruik om dingen om water te verwerken. Anderzijds hebben we natuurlijk te maken met circulariteit, de aandacht daarvoor. Dus hergebruik van grondstoffen, hergebruik van energie. Er zit veel toiletpapier in water, waarom kan je het er niet uithalen? En gegeven het droogtevraagstuk, kun je natuurlijk ook veel meer toe naar hergebruik van afvalwater. Ja, dat is superbelangrijk. En dan belangrijk, als we het over afvalwaterstromen hebben, dan is het ook wel de eisen aan de lozing. Sinds 2000 hebben we te maken met de kaderrichtlijn water. Maar als je kijkt naar wat nou de laatste jaren toch behoorlijk opgepopt is, is de aandacht voor opkomende stoffen, of hoe je ze ook wil noemen, in deftige termen organische microverontreinigingen. Daar wil ik toch eventjes op inzoomen op die organische microverontreiniging. Het is al een paar keer aan de orde geweest natuurlijk, de medicijnresten. Belangrijk natuurlijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar ik wil hier toch ook wel heel nadrukkelijk de aandacht vragen voor, ik noem het maar even, stoffen vanuit huishoudens. Dat kan van alles zijn, reinigingsmiddelen, je vaatwastablet, schoonmaakmiddelen, huishoudelijke verzorgingsproducten, medicijnresten die je op je huid smeert. Dat zijn allemaal stoffen die via een andere lozingsroute in het afvalwater terechtkomen, in de grijswaterroute. Belangrijk, en wat ook goed is om te realiseren, is dat medicijnresten intensief getest worden op het effect van mensen. En daardoor normaal gesproken niet toxisch zijn. Veel stoffen die in huishoudens gebruikt worden, die worden daar helemaal niet op getest. Dus de toxiciteit van veel industriële stoffen, die ligt hoger dan van medicijnresten. Ik denk dat dat goed is om te realiseren. En een derde soort stof die natuurlijk ongelooflijk veel aandacht vraagt, is microplastics. Gezondheidstechnisch zijn nog geen zware gevolgen aangetoond. Maar de accumulatie van microplastics in het milieu is natuurlijk wel het verstoren van de hele voedselkringloop. En ik weet niet of jullie het kennen. Ik vind het wel leuk om even te melden. Ik werd er pas op gewezen dat er een app is. Beat the Microbeats van de Plastic Soup Foundation. Kan je gewoon op je telefoon, op je smartphone installeren. En even de ingrediënten van de verzorgingsproducten scannen. Ik heb het in mijn eigen badkamer gedaan. 6 tubes gepakt. En 5 keer ging een rode lamp branden. Dat daar plasticachtige stoffen in zich bevinden. In die tubes die je gewoon hebt staan. Dus dat is wel even een belangrijke stof om te realiseren. Die natuurlijk ook makkelijk accumuleert. Oké, dus dat even ten aanzien van de context. Die veranderd is om met afvalwaterlozing in het buitengebied aan de slag te gaan. Maar er is nog meer veranderd natuurlijk. Het aantal technieken dat ter beschikking staat is fors gegroeid. Wat natuurlijk mooi samengevat is in de SANI-wijze. En
Ten slotte, en niet onbelangrijk, we hebben natuurlijk ook wel nieuwe ervaringen opgedaan met die sanering buitengebied en die technieken. He, mechanische riolering, wat over het algemeen een heel robuust systeem is, maar soms merk je toch dat er regenwater op aangesloten is, wat niet de bedoeling was. En bij IBA's merken we dat ze vaak niet functioneren volgens de 80% of 90% verwijderingsrendement die daarvoor gelden als we het over een IBA 2 of IBA 3 hebben. Wat dan ook weer tot andere een hogere storingen hebben, waardoor je toch hogere beheerkosten hebt. En dat leidt natuurlijk tot de vraag van, ja, hoe gaan we om met onzekerheden, hè, als we nieuwe technieken inzetten? Want bij het begin van de inzet van IBA's hadden we er toch meer vertrouwen in dan op dit moment. Oké, dit is het totale plaatje, zeg maar, zoals we nu naar kijken. En dan kom je toch voor de vraag van, ja, hoe komen we nou tot een keuze van het systeem als we ergens in het buitengebied aan de slag moeten? En welke eisen stellen we daar dan aan? En dan denk ik vooral even aan de lozingseisen. En ja, daar wil ik graag met jullie twee vragen voorleggen. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Dan de eerste vraag. We gaan keuzes maken. We kunnen opgaven natuurlijk op verschillende manieren oplossen, verschillende technieken. En de vraag is even, hoe maken we daar een keuze in? En dat bedoel ik niet zozeer procesmatig. En met procesmatig bedoel ik, hoe krijg je partijen bij elkaar en hoe krijg je draagvlak voor een oplossing die je met elkaar verzint. Maar ik bedoel vooral inhoudelijk. Hè? Dus je hebt techniek X, techniek Y, techniek Z. En hoe gaan we dat dan daar een afweging in maken? En ja, dan kun je een aantal criteria formuleren. En op dit moment hebben we deze criteria in beeld. Nou, vanuit maatschappelijk oogpunt, duurzaamheid en circulariteit. Net toegelicht. En natuurlijk de zuiveringsprestatie. Hè? Een verbeterde septic tank doet minder dan een zuivering via mechanische riolering en een RBZI. Dus de zuiveringsprestatie. Als je in het buitengebied bezig bent, heeft dat ook gelijk consequenties voor bewoners. Hè? Als je een systeem in je achtertuin moet krijgen of ander soort voorzieningen. Hoe zit het dan met de gezondheid van de oplossing? Ja, want we hebben het natuurlijk wel over pathogenen in afvalwaterstromen. Hoe zit het met het gemak voor een bewoner? Kan die gewoon doen wat hij gewend is te doen? Of verandert dat? En zijn die systemen makkelijk inpasbaar? Of is het een gruwelijk ding in je tuin? Ik noem het maar even simpel. En dan een derde perspectief is techniek. Dat is enerzijds robuustheid. Doet hij wat hij moet doen? Twee is flexibiliteit. De afvalwaterstroom verandert. Hoe kunnen we daarop inspelen? En het derde aspect is, ja, als we die systemen moeten beheren en onderhouden, hoeveel werk is dat? Is dat een peulenschilletje of is dat veel werk? En de laatste groep van factoren, criteria, die hebben we genoemd de maatschappelijke kosten. Dus enerzijds de kosten van aanleg en beheer natuurlijk. Hè? Dus je kijkt over de hele levensperiode van een systeem wat de kosten zullen zijn. Maar ook, hoe zeker zijn die kosten en wat zijn de risico's en de onzekerheden daarin, in de kosten. En nou, ik wil dus aan jullie vragen, van als je nu die criteria ziet, wat vind je de vijf belangrijkste waarop je de techniek zou willen testen? Wat vind je de vijf belangrijkste? En de poll zie ik al verschijnen. Ja. Een beetje de helft heeft nu geantwoord. Nog aan een laatste slag, ook vanwege de tijd waarin we zitten. Ik ben benieuwd. Oké. Oh, ik kan hem in beeld brengen, kijk eens. Ja.
Oké, dus is toch de techniek wordt nadrukkelijk als belangrijk ervaren, samen met duurzaamheid. Hè. Er zijn ex-eco aan kop. Eigenlijk is het een heel evenwichtig beeld wat eruit komt. Wat opvallend is, is nou, dat kosten slechts 45% scoren. Wil iemand... laten we maar even doorgaan op deze. Want er zitten geen hele grote uitschieters bij, laat ik het zo zeggen. Want ik had dat wel verwacht, maar er zitten geen hele grote uitschieters bij. Dus gaan we ook omwille van de tijd, gaan we gewoon eventjes door. Dit zijn de belangrijkste factoren. Oké, dan een tweede. En lastig is in het buitengebied, is je gaat aan de slag. En welke eisen stel je nou aan de lozing? Zeker in het buitengebied levert dat vaak forse discussies op. De waterketenmensen komen er soms goed uit, maar dan krijg je ook met watersysteemperspectief te maken en vergunningverlening en handhaving. En wat gaan we nu, hoe komen we tot eisen aan lozingen in het buitengebied? En dan vooral in lozingen waarbij je niet in staat bent om aan te sluiten op de riolering. En ik heb eigenlijk vier varianten. En ik ben benieuwd aan welke variant jullie de voorkeur zouden geven. Dus de eerste eis die je zou kunnen stellen is gewoon de kwaliteit van een verbeterde septic tank. Het mag een andere techniek zijn, maar hij heeft de kwaliteit van een verbeterde septic tank. Hè? Dat is het basisniveau in de huidige regelgeving. Je kan het ook zeggen, nee, niks daarvan. We willen eigenlijk elke lozing op gelijkwaardige manier verwerken. Dus elke lozing moet voldoen aan de eisen die we ook aan een RVCI stellen. Een derde is meer maatwerk. Nee, we kijken naar de eisen, naar het effect van de lozing op het ontvangende water. Dus via de emissietoets. En een vierde, die is wat iets meer toelichting. Ik noem het maar even de glijdende schaal. Want een van de discussies die je in het buitengebied hebt is, op welke schaal gaan we nu dat afvalwater verwerken? Is dat een enkele lozing? Of zijn het meerdere lozingen bij elkaar? In een gezamenlijke zuivering? En je zou kunnen denken aan een glijdende schaal. Dus je zegt voor één zuivering, voor één lozingspunt, gaan we van één huishouden bedoel ik dan in dit geval, dan gaan we voor een verbeterde septic tank eisen. Maar naarmate het groter wordt, en ik heb hier 2000 even als grenswaarde genoemd, omdat dat ook de grenswaarde is in de Europese richtlijn stedelijk afvalwater, voor 2000 inwoners moet je gewoon voldoen aan de RWZI-eisen. Ik ben erg benieuwd welke jullie zouden kiezen. Iets meer dan de helft heeft geantwoord. Mooie basis om die resultaten te delen. Oké. Nou, het is duidelijk. Nou, daar komt een duidelijk beeld uit. Ja, dus niet VST, maar veel meer als stopper toch. Die eisen afhankelijk van de emissietoets. Is er iemand die dat toe zou willen lichten? Waarom hij of zij daar de voorkeur aan geeft. Even kijken, Hans. Ook gezien de tijd die we hebben. Misschien komt er straks in het gesprek nog even aan de orde. Oh, dat kan ook. Dat kan ook. Ja. Ja? Dan komt het dadelijk aan de orde. Ja. Oké. Ik had nog een laatste sheet. En dat... Als je even kiezen, wacht even. En de laatste schiet is, heeft met monitoring te maken. Dus als we kijken naar die criteria, als we kijken naar, zeg maar, wat ik in het begin aanduidde, de problematiek van de microverontreinigingen, weten we genoeg. En als je naar dit soort aspecten kijkt,
weten we genoeg om te kunnen kiezen? Maar dat is meer een algemene vraag. Dus daar kunnen we nu... ik stop even met het delen van mijn scherm, Mark. En dan kunnen we doorpakken. Ja? Ja, maar jij wilde op deze vraag nog wel, als mensen daarop willen reageren. Het is geen poll, het is gewoon een algemene vraag. Gewoon, dit is iets wat in de chat gewoon opgenomen kan worden. Weten we genoeg om te kunnen kiezen? Want hij is eigenlijk wel voor vanmiddag heel erg relevant. Want natuurlijk een van de thema's die we hebben. Ja. Weten we genoeg wat we kunnen kiezen? En de vraag die jij ook stelt, hè, waar zouden mensen nou meer aandacht voor willen hebben? En daar zag ik al wel een vraag in de chat over terugkomen, Hans. Want in die polls, daar kwam eigenlijk naar buiten dat systemen vooral, dat mensen zeggen van nou, het moet vooral robuust en duurzaam zijn. Ja. En hebben we dat voldoende in beeld met de metingen die we doen? Of ligt daar een braakliggend terrein waar invulling aangegeven zou moeten worden? Is dat een vraag aan mij, Mark? Ja, dat is een vraag aan jou. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, kijk, van de bekende technieken weten we natuurlijk veel. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld microverontreinigingen, dan zijn er toch wel hele grote monitoringsprogramma's worden er gestart. Ook dure programma's om beter grip daarop te krijgen. Het is natuurlijk best wel spannend hoe lokale systemen daarmee omgaan en in welke mate ze er ook mee om moeten gaan, zeg maar, met microverontreinigingen. Hoe groot is de bijdrage? Ja, ik zeg altijd wel eens gekscherend van als je, we zitten nu virtueel in Limburg, als je een miljoen lozingen hebt en als Airbus IB weet je 90% te zuiveren, dan heb je toch een equivalent van 100.000 ongezuiverde lozingen. En de vraag is, hoe ver moet je nou gaan met een enkelvoudige lozing in het buitengebied? Hè? Dus dat is best lastig. Dus enerzijds, hoe krijg je goed grip op microverontreinigingen in lokale systemen, in kleine systemen? Want het monitoren kost gewoon ontzettend veel geld van die dingen. En twee, welke eisen stel je daar dan aan die parameters in gewoon kleinere systemen? En daar heb ik geen eenduidig antwoord op voor de duidelijkheid. Nee, eigenlijk zeg je dus wel van, joh, er ligt een braakliggend terrein. Aan de ene kant gaat het over een definitie van wat versta je daar nou onder? Hoe vul je dat in? En juist daarom is er misschien ook op dit moment nog wat minder aandacht aan op dat thema bij het meten daarna of daar inzicht in krijgen. Nou, maar het is ook heel nieuw, hè? Laten we daar ook duidelijk in zijn. Hè? Opkomende stoffen is echt iets van de laatste jaren, de aandacht die het gekregen heeft. Dus ook begrijpelijk dat nog niet standaard meegewogen wordt. Ja. Mm-hmm. Ik zag ook nog een andere vraag. Dat is wel hoor, met die... die eigenlijk wel inging op waar jij net de vraag over wilde stellen, hè? Over die emissie... toets. En nu zoek ik hem even op, want dan kunnen we die persoon er waarschijnlijk even wel bij halen om daar iets over te zeggen. Er wordt goed gebruik gemaakt van de chat en dan is het even lastig. Ah, ja, Stefan Weijers, die zegt pas op voor lokale emissietoets. Nou, Stefan, kom er eens even bij. Hoe kijk jij daarna? Ja, ik zal de microfoon even aanzetten. Ik zag meerdere reacties ook van Maarten en Henry. En ook van Dion. Ja, heel generiek. Overal hetzelfde eisen. Ja, is de vraag of dat altijd zinvol is. Hè? Als je één puntlozing hebt ergens waar ook al heel veel andere lozingen zijn. En er is een relatief hele kleine bijdrage. Moet je daar dan dezelfde eis stellen als aan een... verdergaande zuivering die helemaal ingericht is op nieuwe stoffen en alles. En KRW en noem maar op. Aan de andere kant, als je emissietoets doet, moet je ook oppassen. Want als je die op individuele puntlozingen doet en je hebt er wel een heleboel op een rijtje die toch uiteindelijk op hetzelfde water lozen, kun je zelf ook wel eens in de vingers snijden. Dus in die zin ben ik zelf ook wel wat
terughoudend of om heel enthousiast te zijn over decentrale sanitatieconcepten. Want je moet ook wel kijken goed naar de kwaliteit die uiteindelijk geleverd wordt en de impact die dat dan uiteindelijk heeft. Want als je heel veel kleinere lozingen hebt, kunnen die cumulatief toch wel wat doen. Dus je moet wel genuanceerd kijken, is de achtergrond van mijn vraag. En dan is het lastig om met generieke prestatienormen te gaan werken. En dat is eigenlijk, dus als je het naar een zuivering brengt of dat je het lokaal loost, dat is toch een andere impact. Dus kijk vooral naar de impact, dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En dan zijn beide dingen zijn waar, hè? Dus in een gebied waar al heel veel is, met veel mest, ja, niet zo zinvol om daar heel ver gaan te zuiveren. Aan de andere kant, veel kleine dingen op één gevoelig water, ja, is misschien wel veel te veel. Ja. En die nuance moet je wel hanteren. Ja, ik zou zeggen maatwerk, ja. Met gezond verstand. Maar wel een soort minimum eis zou ik wel ergens stellen. Hè? Maar als je heel ver gaat, dan moet je wel even goed weten wat je doet. Komt het dan ook vooral neer op ervaring opdoen? Heel goed naar de lokale situatie kijken? Ja, ervaring opdoen. Nou, ook wel gewoon de sommetjes maken van als ik een bepaalde eis stel. Ja, wat betekent dat dan voor de ontvangende waterkwaliteit en de ecologie? Dus dat is niet alleen ervaring opdoen, maar ook gewoon goed kijken wat is hier aan de hand. En wat is hier een redelijke eis? Ja. En wat vraagt dat dan voor monitoring? Dat ik denk wel monitoren van hoe presteren de verschillende technieken. En ook bij, we hebben het al gehad over indicatoren. Dan moet je ook wel goed kijken naar robuustheid en prestaties over de jaren heen. Want met de IBAS hebben we wel gezien dat die in de regel toch wat anders doen dan we ooit hadden gedacht. 10, 15 jaar geleden. Ja. Dus dat is ook wel een belangrijk aspect. Ja. Ik zie Dion van Oorschot. Die zegt, IBAS zijn niet vaak het beste idee. Nee. Dion, licht jouw visie eens toe. Ja, we hebben natuurlijk de laatste tijd ook veel feedback gekregen uit de IBA's die geplaatst zijn in Almere Oosterwold. En daar zijn er intussen behoorlijk wat geplaatst op een relatief klein gebied. En daar zie je, daar worden de IBA klasse 3B eisen gesteld door het waterschap. Dus ook verwijdering van stikstof en fosfor. En daar blijkt toch dat een groot deel van de IBA's, en zelfs van de helofytenfilters die daar geplaatst zijn, daar niet aan voldoen. Nu wordt er ook vanuit het waterlab bijvoorbeeld in Flevoland werd dan gevraagd van ja, kun je die IBA's niet verbeteren, zodat die wel aan heel strenge eisen gaan voldoen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk een heel duur systeem en dat wordt per woning dan een heel duur systeem. Terwijl je verbeteringen aan een systeem voor een kleinschalige waterzuivering voor bijvoorbeeld 100 woningen, die zijn veel rendabeler te maken. Dan kun je inderdaad wel naar een hogere waterkwaliteit gaan, zonder dat het meteen 100 dure systemen worden. Maar is het een relatief kleine meerprijs. Ja. Dus het effect van schaalvoordeel wordt nog wel eens uit het oog verloren soms. En dat was ook natuurlijk wel de zorg, hè, van als we het loslaten, wat gebeurt er dan? Zeker bij die gevoelige randmeren. Ja, ja. Dat is wel een ding. Ja. Jullie hebben het natuurlijk ook gewoon over, ja, waar loos je nou je effluent op? En daar zie ik twee mensen die daar wat over geroepen hebben. Aan de ene kant is dat Maarten Nederlof, maar ook Bert Palsma. Maarten, jij geeft aan van ja, lokale zuiveringen mogen geen excuus zijn voor een mindere waterkwaliteit. Kun je daar iets meer over aangeven? Nou ja, dan mag Bert alvast bijgeschakeld worden, Michel. Ja, dat is ook gewoon een algemene opmerking. Hè? We zijn als waterschappen met onze RWCT's hele grote stappen aan het maken om te voldoen aan nieuwe KAW-normen en al dan niet zinvolle eisen aan medicijnresten. En wat ik dan zie, is dat in die lokale systemen worden de effluent kwaliteit die we op RWCT's halen, worden bij lange na niet gehaald. Hè? Dus over het algemeen is de waterkwaliteit uit die lokale systemen beduidend slechter dan van onze RWCT's. En als je dan inderdaad het argument hebt van het is er maar één in het buitengebied. Ja, 1000 kleintjes zijn ook een grote. Dus ik vind, dus het is meer een soort waarschuwing van pas op dat je
aan de ene kant op je RWCT's door de waterschap allemaal spannende dingen aan het doen bent. En dan via de achterkant door de IBA's en andere lokale systemen weer ingehaald wordt. Dus meer als zorg dan... En dan had ik ook in de chat gezet van er zijn natuurlijk sectoren waar gewoon goede voorbeelden zijn. Dus in de glastuinbouw bijvoorbeeld heb je een zuiveringsplicht voor restwater van die kassen. Nou ja, en daar is gewoon een systematiek bedacht. Ik wil niet zeggen dat die perfect is. Maar dat je daar gewoon een aantal zuiveringstechnieken voor hebt waarvan een of andere commissie gezegd heeft van nou ja, die zijn goed genoeg. En die zijn dan ook gecertificeerd. En dan kan je met de handhaving ook controleren van A, heb je zo'n ding en B, heeft hij het gedaan? Maar dat even als inbreng in de discussie. Ja, dat zijn best beschikbare technieken, Maarten. Ja, die heten dan niet zo, maar die worden dan door een commissie beoordeling zuiveringstechnieken, waar ik dan in mag zitten, worden die beoordeeld. En dan mogen ze op de markt komen. En als dan een tuinder zo'n apparaat koopt, dan kan die een vinkje zetten dat hij aan zijn zuiveringsplicht heeft voldaan. Okay. Nou, en dat is een systematiek die in de praktijk best wel werkt. Ja. Ja, dat was een opmerking juist. Hè. Het woord praktijk wordt wel vaak genoemd, ook bij het begin. Hè. Mensen die zeggen van joh, ik wil toch vooral praktijkervaring opdoen. Praktijkkennis opdoen en ervaring opdoen. En hoe ga je daar dan om met je monitoring? Hè? Met dat hele brede monitoringsaspect van sociaal tot en met techniek. En volgens mij is dat een beetje ook de worsteling waar Bert wel mee zit. Ja. Maar dat is mijn werk. Oké. Okay. Om nog heel kort een voorschotje te nemen voordat ik die monitoring verder benoem. Dus, natuurlijk is het een trade-off, een balans tussen transport en economy of scale. Een hele grote zuivering doet het beter dan een kleine, is goedkoper dan een kleine zuivering. Maar als je heel veel moeite moet doen om de laatste boerderij, het laatste huisje in het buitengebied aan te sluiten naar die ene grote zuivering, dan is het misschien wel het paard achter de wagen spannen. En dan is het ook weer verschillend of je dat langs de Drentse A doet, waar je dat drinkwater van wil maken, van dat Drentse A-water wil je drinkwater wil maken. Of dat je dat in de volgende boerensloot doet, waarvan we eigenlijk niet eens precies weten wat de waterkwaliteit nou was. Je moet een balans vinden tussen die context, de techniek, maar ook het maatwerk. Want je kunt niet, en dat sluit aan op Maarten zijn opmerking, je kunt niet ieder nieuwe techniek apart gaan monitoren, apart gaan vergunnen, apart helemaal uit gaan vlooien. Zorg voor iets van een basis van kennis. En dat proberen we met de SANI-monitor te doen. Leer van elkaar, gaan monitoren. Zorg dat daar de goede parameters in zitten, op de goede manier beschreven. Als je het over energie hebt, dan zit energie er op die manier in. Moet je zo vaak meten en dan staat het in de SANI-monitor. Als je het over pathogenen hebt, ga je die en die pathogenen meten en dan kun je die kennis met elkaar delen. Op die manier krijg je een platform waarop je kennis door kan bouwen en kan ontwikkelen. En kun je ook naar systemen kijken van hey, dat systeem A en B zijn in die context al de nodige keren bemeten en gemonitord volgens vergelijkbare manieren. En op die manier krijg je een vertrouwen in nieuwe technieken. Het is daar en daar toegepast, goed gemonitord, prima, ga ik ook gebruiken. En ik blijf het monitoren, maar dan veel meer beheersmatig. Nou, de oproep van mij is om die SANI-monitor te bekijken. Daar kan vast nog wat aan verbeterd worden, vast nog wat aan toegevoegd worden. Maar bijvoorbeeld bij projecten als bij Superlocal en alle mogelijke andere projecten willen we het aanbod doen om mee te denken hoe kunnen we monitoren, welke parameters moeten er op welke manier in zitten. We hebben er al een stevige voorzet in gemaakt, maar de zaken zijn echt voor discussie vatbaar. We hebben een project opgetuigd, Debit 2030, waarbij we een fonds hebben, geld hebben van de STOA om die monitoring te ondersteunen en daar dus iets van uniformiteit in te krijgen, zodat vergelijkbaarheid langzaam gaat groeien. Als jij nu geluisterd hebt, we hebben drie verhalen gehad. De eerste twee vooral over Superlocal en van Hans een beetje ja, de,
de zoektocht ook naar, ja, hoe gaan we nou met keuzes en beleids en keuzes om en hoe formuleren we beleidskaders als het gaat om die om de afvalwaterverwerking in het buitengebied. Zie jij hele duidelijke omissies ontstaan nu waarvan je zegt van hey, hier zou ik als STOA op in willen zetten? Ja, een van de grootste omissies is dat we heel goed zijn in spotlight projecten. Snake, Superlocal, Strandeiland, verzin ze maar. Daar is subsidie voor, komen wethouders voor langs en misschien de STOA ook. En dat is fantastisch en mooi en moeten we vooral blijven doen hoor. Maar als je vervolgens de slag wil maken, wat bijvoorbeeld, sorry, Hansen verhaal is in het buitengebied, waarbij het eigenlijk meer in gewoon beleid moet neerdalen. En een gewone praktijkhandeling moet zijn van, hey, leggen we hier nou weer drukriolering terug of gaan we een andere oplossing verzinnen? Is dat veel lastiger en missen we een beetje de strategische discussie? En dan is Superlocal, met alle fantastische en ingewikkeldheden die eraan zitten, is eigenlijk makkelijker dan die hele moeilijke trein van algemeen beleid. Van ja, maar hoe gaan we dit nou groter implementeren in Noord-Holland, waar de vakantiehuisjes omgekat worden tot hotels voor seizoenarbeiders. En we eigenlijk niet weten wat voor oplossingen we moeten kiezen. Op de Veluwe, waar boerderijen omgekat worden tot vakantiewoningen, enzovoort, enzovoort. En daar staat geen live subsidie bij en daar is geen wethouder die een heemraad die een lintje doorknipt. En moeten we wel keuzes maken, anders doen we gewoon wat we hadden. Ja, en daar wordt ook niemand meer vrolijk van. Ja. Ja, als we doen wat we deden, dan krijg je wat je hebt, hè? Ja. Dus dan gaat het niet heel veel hebben. Heb jij nog een oproep aan de mensen? Want ja, als ik naar de middag kijk, heel breed. Kijk naar de Sani Monitor, want dat zijn echt. En kom ook met je commentaar. Daar kunnen echt dingen bij of af. Niks mis mee. Want het is wel om te gebruiken, maar ook in ontwikkeling. En denk mee en gebruik deze platforms om kennis te delen. Kennis delen, en dat is helemaal een stel oproep natuurlijk, is de basis om samen een stukje verder te komen. Ja, en je zegt van nou, daar hebben we het platform voor. Dat is het platform, als ik het goed zeg, nieuwe sanitatietechnieken. Ja. Dat is een community of practice volgens mij. Ja, ja. En we komen twee keer, dit is ook in het kader daarvan georganiseerd. Soms zit de STOA daar dik in zo'n project en soms is het, in Superlocal hebben we wat randdingetjes gedaan, maar zitten we niet heel goed in. Dat maakt niet uit. We proberen de kennisdeling te faciliteren en dat doen we in het platform Nieuwe Sanitatie. Helder. En palsma@stoa.nl ook altijd een goede ingang om in ieder geval je ideeën neer te leggen en te kijken hoe je daar samen mee verder komt. Omdat het toch wel gaat vanuit een... omdat jullie drijfveer is om vooral de goede dingen te doen voor een goede sanitatie, of dat nou centraal of decentraal is. Alles kan. Zolang je maar een open blik hebt en de weegschaal aan beide kanten met de juiste argumenten weet te vullen. Helemaal goed. Dankjewel voor deze bespiegeling. Programma DB 2030, Sani Monitor, kijk daarna, lever je input. En we lopen tegen 16:30. Ik wil Diederik, Paul, Hans danken voor hun introductie op Superlocal, op de zaken waar zij mee bezig zijn. We sluiten de dag zeker niet af met een lijstje van, joh, dit zijn punten waar nog op gemonitord moet worden, of parameters. Het is een breed spectrum, dat maakt me denk ik soms ook wel lastig. Zeker denk ik goed voor
organiserend comité met Bjartjur aan het roer om ook die, nog eens goed te kijken naar die opmerkingen in de chat die, we, die gedeeld zijn door alle mensen met elkaar in dit hele kader. En een paar van die krenten daar uit te halen en daarmee aan de slag te gaan. Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar je ziet dat de kerstboom bij mij inmiddels staat. Ik denk dat een hele hoop mensen van jullie zo'n beetje richting die kerstdagen gaan. En vervolgens naar het nieuwe jaar. En ik denk dat we, ja, ik hoop dat iedereen met een goed gevoel op weg gaat naar kerst. En dat nieuwe jaar waarin Superlocal in ieder geval weer een stap gaat zetten. De planning die ligt daar om het nog groter te maken, om daar verder te ontwikkelen, om daar ervaringen te delen, ook met jullie. Ik haak ook aan op wat Bert net zei. Hè. Ja, Superlocal is natuurlijk een project wat in de schijnwerper staat. Er zijn verschillende projecten in de chat voorbij gekomen. Maar deel vooral ook met elkaar binnen je netwerk, binnen de fora die hier zijn, die kennis en ervaring die je op kleine schaal opdoet met elkaar. Ja, we zetten die stapjes en samen zetten we die stapjes naar een resultaat. Ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid, voor jullie bijdrage. Ik wens jullie hele fijne feestdagen, een heel goed nieuwjaar in huiselijke kring. Ik ga op naar de kerstborrel. Goeie feestdagen. Dag.